Ja, waar ik echt enthousiast van word is als we op de beurs in Parijs bijvoorbeeld, als we daar dan een internationale klant ontmoeten. Laatst was het een Japanner en die heeft een hele mooie winkel en het lukt om je spullen daar te verkopen en dat het gebruikt wordt door consumenten in Japan. Nou, dat vind ik geweldig. We zijn hier bij Clip Quality Brands, bedrijf in Nijkerk. Ik heb hier een afstudeerstage gedaan een paar jaar geleden en ben toen eigenlijk blijven plakken. Ik ben verantwoordelijk voor een paar onderdelen binnen dit bedrijf, voor het magazijn, het orderproces en logistiek. Ik ben verantwoordelijk voor de e-commerce, de back-office en ik heb internationale klanten die ik bezoek en die ik ook help met het verkopen van onze producten. Een van mijn werkzaamheden bijvoorbeeld is dat ik om de twee weken heb een sales meeting met accountmanagers. Die zitten op de weg en die bezoeken ook echt de klanten. En af en toe ga ik ook met ze mee. Zo gaan we vandaag naar Nijhof in Baan, een woonwarenhuis, waar onze producten liggen. En dat we kunnen kijken van ja, hoe wordt het daar verkocht. Dit is ook een product wat heel erg fijn is. Het mooiste van mijn werk is echt dat je gewoon met mooie producten bezig bent. Met mensen, met onze klanten, met collega's. En ik word heel enthousiast als ik gewoon een goede klant weer heb gevonden en dat hij ook gewoon rendement haalt met de producten die wij maken en hij blij wordt. Ja, daar kan ik heel veel energie van uit krijgen. Nou ja, ziet er goed uit, dan kan hij weg volgens mij. Ja, wat een belangrijk onderdeel tijdens de opleiding bedrijfskunde is, dat noem ik ook wel de soft skills. En daar bedoel ik mee bijvoorbeeld onderhandelen, luisteren, een stuk ethiek. Hoe ga je met mensen om, cultuurveranderingen. Die onderdelen zijn belangrijk omdat eigenlijk waar je ook terechtkomt, als het bij een MKB-bedrijf is of bij de gemeente of waar dan ook, als bedrijfskundige heb je die nodig om de veranderingen, de processen die je wil gaan doen, om die voor elkaar te gaan krijgen. Ja, wat een belangrijk vak, wat ik ook een leuk vak vond tijdens mijn opleiding bedrijfskunde op de CEE, was ethiek. En daar werd ook wel veel tijd aan besteed, zowel theorie maar ook in opdrachten. En daar heb ik nog steeds heel veel aan. Want wat je vooral leert is van hoe zorg je dat je als bedrijf, als personeelwerknemer en de wereld, dat die drie in balans zijn. En de wereld, dat kan de klant zijn, maar ook ja, hoe maak je producten, zorg je goed voor het milieu. Niet alles gaat altijd om het geld te verdienen. Die balans, dat is juist een belangrijk onderdeel. Veel activiteiten die ik hier dagelijks doe, die heb ik geleerd op de CEE. Je wordt tijdens die 4 jaar klaargestoomd tot een professional die kan werken in een zakelijke omgeving.